Beste collega, ik ga je even laten zien hoe je een klas aanmaakt in Google Classroom als je met een klas wil werken. In principe zitten alle eerste klassers in een Google Classroom omgeving. Alle andere klassen zijn optioneel. Het werkt erg prettig en doe je voordeel ermee. Je kunt het bijvoorbeeld proberen met een klasje. Het aanmaken van een groep. Mijn scherm ziet er iets anders uit dan jullie, want ik heb al een klas aangemaakt. Maar zodra je inlogt met je @ashramcollege.nl account kom je bij Google Classroom terecht. Je gaat dan naar classroom.google.com om ze aan te maken. Je logt in met je @ashramcollege.nl account en je krijgt een scherm vergelijkbaar met deze, want het gaat om dit plusje hier rechtsboven. Als je op dat plusje klikt, krijg je twee opties. Je kunt deelnemen aan een les of een lesgroep maken. Nou, jullie zijn ingelogd als docent. Deelnemen aan een les is wat overbodig, want die is bedoeld voor leerlingen, maar je gaat een lesgroep maken. Als je op lesgroep maken klikt, krijg je deze pop-up en de lesgroepnaam is vereist. Denk ik dat we gewoon moeten afspreken dat dit de roostercode is. Dus dat is bijvoorbeeld 2MC. De sectie, ik geef aardrijkskunde, dus het vak vul ik even in. Dat is voor leerlingen heel handig, want een leerling uit 2MC krijgt vervolgens 10 leeromgevingen voor zijn neus, zodra hij inlogt, dan is het handig dat hij aan de buitenkant kan zien welk vak. Ik doe niet een speciaal onderwerp en ik zeg maken. Dat duurt even een paar tellen. De lesgroep wordt aangemaakt. Daar is die. En ik kan leerlingen toevoegen door op leerlingen te klikken in het midden. Er zijn 3 opties. Als leerlingen, net zoals jij, net inloggen en die klikken op dat plusje rechtsboven, dan kunnen zij deelnemen aan een lesgroep, want zij loggen in als leerling. Als zij deze code vervolgens intoetsen, komen ze bij jou terecht. Je kunt dus ook heel erg makkelijk hier clustergroepen. Dat is bijvoorbeeld van toepassing vanaf 3 VMBO of hoger. En dat is ook heel erg handig bij de keuzeprogramma's in de onderbouw, waarbij je ook vaak met clustergroepen werkt. Is een groep dus heel erg, een groepscode dus heel handig. Dit is aardrijkskunde 2MC. Als ik het nou niet zoveel eens ben met dit thema, dan kan ik zelf een foto gaan uploaden. Want dat vind ik misschien leuk, maar ik kan ook een ander thema selecteren. Dat is helemaal aan jou als vakdocent om dat zelf zeg maar in te richten. En als ik denk, ik vind dit leuk, dan selecteer ik dit lesgroepthema. En vervolgens gaat hij de kleurtjes ook aanpassen uit de foto. En dat doet hij ook op het moment dat je een eigen foto importeert. Je kunt dan onder leerlingen kun je zien welke leerlingen allemaal ingelogd zijn. En als er een leerling bij zit die jij eigenlijk niet in je klas wil hebben, of is een spookleerling heeft zich per ongeluk ingelogd bij jou, die kun jij zelf heel makkelijk verwijderen. Bij de updates, daar plaats je je lesmateriaal. Daar gaat de volgende screencast over. Nog even terug naar leerlingen, sorry. En hier is een e-mailoverzicht. Hier kunnen ouders of mentoren, die kun je ook toevoegen en die kunnen meekijken en die weten wat de planning van de leerlingen is voor jouw betreffende vak. Bedankt voor het kijken. Succes ermee.